kunnen het niet lezen helaas, maar er chik, chok, chok. Staat op dat je dat moet doen, maar... Hoi! ik heb een pakket gekregen van Yamin en er zit heel veel snoep in. En dat ga ik samen met Floor, met mij, gaan we dat unboxen en proeven. En hij is heel erg zwaar, dus dat wordt smullen. Daar komt hij. Wauw. Zo goed. Er zit heel veel in. We gaan gewoon alles er random uithalen en dan gaan we proeven, denk ik. Oké, we halen gewoon onze beurt er wat eruit en dan gaan we raden wat het is, want het is allemaal in het Japans en ik kan geen Japans, dus we moeten het maar gewoon proeven om erachter te komen hoe het smaakt, denk ik. Dit is Pocky Panda, die heb ik best gezien, maar nog nooit op. En volgens mij is het een soort van, ik denk een soort van witte chocola of zo. Met bruine chocola of zo. Stracciatella of zo. Ja, en Pocky's zijn eigenlijk een soort van kleine stokjes, net als Mikado stokjes. En daar zit dan wat op, dus je hebt allemaal verschillende soorten. Dus ik ga deze gewoon openmaken. Hij is een beetje grijs. Geen witte chocola, toch? Nou, het is wel sowieso iets met chocola, maar... Ja, ik dacht of het is witte chocola of het is yoghurt. Maar yoghurt zou ik kunnen, ja. Het is wel heel lekker. Ik hou sowieso van dit soort snacks, want het is gewoon heel luchtig, zeg maar. Het is panda smaak. Ja, wat het ook is. Het is lekker. Oké. Okay. Dit is een snoepje. Ik denk met cola. Ik denk met chocola. Ja? Ja, ik weet niet. Het zijn zo hard chocola. Oké. Okay. Een soort M&M. Die M&M, die gele M&M met noten erin. Ja. Maar dan zit er zeg maar in de binnenkant niks. Nee? Nou, ze zijn heel luchtig. Toch? Ja, dat wel. Ik hou niet zo van nootjes, dus voor mij is het niet echt een... Dat ik denk van, wat is lekker. Nee, het is ook niet echt mijn ding. Want er zit nog iets om die noot heen. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ja, het ziet er zuur uit, want er zitten poppetjes op en die kijken een beetje zuur, zeg maar. Wow. Oh, wacht, nee, ik weet wat dit is. Dit zijn van die snoepjes en dan zijn ze van, zeg maar, de een is zoet en de een is super zuur. Ja? Dus dan kan je van die challenges doen of zo. En dan als je dan meerdere pakjes hebt, had ik gezien in een ander filmpje. Dus. Ik vind hem niet echt heel lekker, eigenlijk. Die van mij is, denk ik, zoet. Nee, die van mij ook, maar... Is het echt snoep of is het kauwgom? Het lijkt een beetje op kauwgom. Ik slik het gewoon door. Ja. Die van mij was in ieder geval gewoon zoet. Het was niet echt super zuur of zo. Wel lekker. Ja. Ja. Alleen de textuur of de structuur, hoe zeg je dat? Ja, structuur. Textuur. Is ook niet meer. Het is niet als snoep, het is meer als... kauwgom. Ik denk dat dit snoepjes zijn met een soort yoghurt en een topping. Ik weet niet, maar ja. Het ziet er in ieder geval cute uit. Het zijn een soort kattenpootjes. Ja. Ik hou echt van snoep. Ja, echt. Oh, het ziet er heel anders uit dan op de verpakking, vind ik. Ja, heel zacht en er zit wat op bij de suiker. Appel? Appel? Ja, toch? Ja, lekker. Ik
heb echt nog nooit zoiets op. Ik bedoel, het komt me niet bekend voor ofzo. Er zit een beetje vage suiker op ofzo. Wat heel zacht is. Ik vind het wel lekker. Oh, ik weet wel, er staat. Ching chong chong. Tada. Nog meer poppy. En dit is strawberry cream covered biscuit sticks. Ja, die dus. Dit is wel benieuwd. Zo eet ik met vloed. Ik neem altijd chocola als ik zoiets zie. Ik mis ook. Oké, de struggle is real. Die zijn wel dunner. Lekker. Dit zijn echt van die dingen. Dat je bijvoorbeeld tv aan het kijken bent en dat je het neerlegt. En dat je heel de tijd die dingen gewoon eet omdat het zo makkelijk weggaat, ja. Zeg maar. Het is niet machtig. Het is een beetje yoghurt. Ja. Ja. Blijf eten. Lekker hoor. Dit zijn de strawberry gummy candy dingen. Snoep. Ja. Ja, het ziet er best wel zoet uit. Ja, het lijkt op breinkums. Tenminste, hier op de achterkant zie je ook een soort van. Het is bruin, het is helemaal niet rood. Nee, het heeft een theekleur. Het smaakt een beetje zoet, maar kruidig of zo. Aardbeien. Dat is het. Het is op zich wel. KitKat doen van groene thee. En ik heb gehoord dat deze super lekker zijn en zo, maar ja, ik weet niet. Ik hou niet echt heel erg veel van dingen met groene thee en mint en dat gecombineerd met chocola vind ik meestal niet zo lekker. Dus ik ben benieuwd. Hij is ook klein. Ja. Hij is ook echt groen. Oh my god. Ziet er wel cute uit. Ja. Het is wel leuk voor mijn high tea of zo. Maar of het ook lekker is? Vind je niet lekker? Nee? Nee, het smaakt echt naar groene thee. Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk. Maar dan mag jij die zak hebben. Nee, ik vind het niet zo. Ja, je moet ervan halen, dat wel. Het is heel apart. Het heeft wel een soort witte chocolade smaak iets. Maar dan met groene thee. Er zitten namelijk ook twee flesjes in. En ik denk dat dit watermeloen is. En ik denk dat dit daarbij is. Dus ik denk dat het leuk is als we een van die gaan proeven. Het ziet er waterig uit, maar aan de andere kant, als ik naar de verpakking kijk, lijkt het me ook heel erg zoet. Het heeft niet echt een kleur of zo, het is een beetje doorzichtig. Welke zullen we proeven? Watermeloen of aardbei? Watermeloen. Oké. Het zijn wel schattige flesjes. Hoe werkt dit? Ja, het stond volgens mij op de verpakking. Drukken met dat tikje of zo. Moet je hier tussen doen of zo. Dan moet je drukken, denk ik. Of niet? Ja, we kunnen het niet lezen helaas, maar er chik, chok, chok. Staat op dat je dat moet doen, maar... Oh my god! Oh my god, kijk eens. Oh jezus, zo erg. Ik huil helemaal. Zelfs die spiegel zit spetters op. Oh my god, wat is dat? Nou zo werkt. Hoe komt dit? Er staat echt dat je het moet drukken. Dat je dat ding erop moet doen of zo. Ik kwam niet. Oh my god, er zit een bal in nu. Dit is echt heel vreemd. Maar kijk, er is ook niet eens heel veel uit. Ik dacht dat het een heel beetje leeg was. Ja, het is glas. Echt? Ja, ik denk wel. What the fuck? Ik ben helemaal nat hier zo. Ja, dit wordt een beetje lastig. Of gaat dat niet? Het smaakt heel raar. Het smaakt naar schuim.
Of heb ik het? Nee. Het smaakt naar. Naar gewoon bruiswater. Ja. Met heel licht iets van een smaakje. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik zit ook helemaal onder. Oh my god, alles kleeft zo erg. Wauw. Ja. Dit is, ik denk, appelkauwgom of zo. Ja, daar, je ziet het eigenlijk gelijk al aan de verpakking. Ja. Ja. Oké, laat mij maar. Ja, want jij kan het wel. Zo doe je dat. Uit die geur al. Mm-hmm. Ik vind appel altijd wel lekker. Lijkt een beetje op een maggieblokje. Wat je in je soep doet. Ja, het is helemaal groen. Volgens mij is het geen koud hoor. Wow. Super plakkerig of zo? Rubberig. Ik vind het wel lekker. Mm-hmm. Het is wel lekker, maar de structuur is apart. Ja. Hoe weet je dat? Kan je opeens Japans? Ja. Nee, maar ik vind het wel lekker. Ja, ik ook. Ik krijg een beetje zeer in mijn kaak. Zullen we die ook gewoon nog proeven? Ja, dat is goed. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als die andere. De cookie, maar dan chocola. Ja. Ze zijn een beetje kapot. Maar dat komt misschien omdat ik zo hardhandig was. Ja, die vind ik echt lekker. Mm-hmm. De chocola smaakt naar Hershey chocola. En die goeie. Mijn haar speel, wat erg. Kijk dan. Ja. Gadver. Maar ja, wat was jouw favoriet? Ik denk die Kit Kat. De Kit Kat? Ja. Oh, nou, dat mag je die van mij hebben hoor. Ja. Zo grappig. Ik vond dat deze het lekkerst. En de panda. Ja, en vond ik ook wel nice en cute en zo. Dus ja, het was een succes. En ik ben zeker benieuwd hoe andere Japanse snoep van jou weer proeft. Ja. Dus. Lekker. Ik vond het gewoon lekker. Ja, het was lekker, ja. Er zat niet echt iets bij wat echt vies was of zo. Nou, ik vond de Kit Kat niet zo. Het drankje was niet. Oh, en deze vond ik ook lekker. Ja. Maar ik hou heel erg van snoep, dus. Ja, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En doe een duimpje omhoog voor Floor. Van mij. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!